De uitzendingen van RTV Baren worden mede mogelijk gemaakt door Nuvema. Vandaag is RTV Baarn op bezoek bij de Baarnse vrouwen, Pien Witteveen en Barbara Schothorst, die samen met Katelijn Fischer het initiatief hebben genomen tot een nieuwe vorm van verslavingspreventie bij jongeren. Hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen? We hebben het initiatief genomen naar aanleiding van een incident in de omgeving van onze eigen kinderen, wat aanzette tot nadenken over hoeveel ze weten van de risico's van... Ja, in dat geval ging het over middelengebruik, maar dus verslaving in het algemeen. We hebben toen met een groep van onze eigen kinderen en hun vrienden een keer een informatieavond belegd. Die erg informatief was en die ook heel goed binnenkwam bij de kinderen. En naar aanleiding daarvan hebben we nagedacht over hoe we een concept konden vormgeven om dat wat gestructureerder te gaan doen. De stichting heet, we noemen hem Be Aware. Officieel heet de stichting Solutions Awareness. En dat heeft te maken met het feit dat het initiatief ondersteund wordt door Solutions. En dat is een grote verslavingsinstelling in Nederland, verslavingszorg. Eigenlijk de eerste private onderneming op dat gebied. En die zag ook veel in ons initiatief en steunt ons bij de oprichting. Wij waarschuwen niet tegen het gebruik van middelen specifiek. Dus wij zullen niet zeggen, pas op, je mag niet drinken, je mag niet blowen. Want dat weten al die kinderen natuurlijk donders goed. Het strekt veel verder dan dat. Wij benaderen het echt als, het gaat over een ziekte. Verslaving is een heel breed begrip. En dat kan in alle verschijningsvormen voorkomen en bij iedereen. Wat is verslaving eigenlijk? Hoe zit dat, werkt dat in je hersens? Ja, dat werkt in je hersens. Dat betekent dat er een bepaalde stof in je hersens wordt aangemaakt. Dat is dopamine. En juist bepaalde middelen geven die extra aanzet voor die dopamine aanmaak. En door alcohol te drinken of te roken of te blowen, wordt die vraag steeds versterkt. Dus er is steeds meer behoefte om die dopamine aan te vullen. En dat gebeurt dan door het middelengebruik. Als je dat kinderen duidelijk maakt dat het een ontwikkeling is die in je hersenen plaatsvindt, begrijpen ze ook dat je een keuze kan maken van gaan we dit wel doen of gaan we dit niet doen. En juist door in die vroege leeftijd, die begin van die puberjaren, waarop ze dus nog niet echt met verslaving te maken hebben, in de zin van de meeste kinderen roken of blowen of drinken nog niet echt. Misschien wel eens een keertje, maar het is nog niet zo ver dat ze eraan verslaafd zijn. Maar juist om het inzichtelijk te maken met inderdaad de telefoon of het gamen, wat bijna al die kinderen in die leeftijd doen, begrijpen ze heel goed hoe het werkt. Kelly Roelofs, jij bent voorlichter van BeAware en je geeft voorlichting op scholen. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou ja, we gaan naar een school toe en dan geven we vooral voorlichting in de eerste en de tweede klas. En dan beginnen we eigenlijk om een beetje het vertrouwen te scheppen in de klas. Dus dan mogen ze eerst allemaal vragen aan mij stellen. Ik heb zelf een verslavingsverleden, dus dat breekt het ijs al meestal. In het begin hebben ze zoiets van, oh, hebben we weer een voorlichting. En je merkt al dat als je een beetje je verhaal vertelt, dat ze alles mogen vragen, dat ze daardoor al een stukje al beter naar je luisteren. Van oké, deze mevrouw, die heeft wel iets meegemaakt, dus laten we maar eens luisteren. Wat ook creëert is dat ze ook wat meer hun eigen verhaal durven te vertellen. Ze zijn niet meer zo bang dat, wij komen ook niet om met ons vingertje te wijzen van, als je dat doet, dan gebeurt dat. Dus we willen zoveel mogelijk open sfeer houden om het onderwerp bespreekbaar te maken. En ze vooral te wijzen op het feit dat ze een keus hebben. Nou, de cijfers is zo dat 1 op de 10 personen worden verslaafd. Nou, we doen ook de verslavingsgevoeligheidstest. En eigenlijk komt dat best wel overheen. Ongeveer 3, 5, en sommige klassen is het nog wel iets meer. Leerlingen ongeveer zijn verslavingsgevoelig. Maar daarbij zeg ik wel van, joh, denk dan niet, ik ben niet verslavingsgevoelig. Dus mij kan niks overkomen, want verslaving discrimineert niet. Dus ook als je niet gevoelig bent, heb je wel kans op een verslaving. Maar verslavingsgevoelig heb je iets meer kans op een verslaving. Er zijn eigenlijk 3 factoren die bepalen of je verslaafd raakt of niet. En dat is genetisch, is dus een heel groot gedeelte, de erfelijkheid.
Daarnaast is je omgeving belangrijk. Wat maak je mee in je, als kind in je leven? Wat voor problemen heb je? Word je gepest? Zijn je ouders gescheiden? Heb je ADHD? Allemaal dat soort zaken spelen een belangrijke rol. En natuurlijk, hoe voel je, hoe ga je met die problemen om? En dat is het wat wij vooral de kinderen duidelijk willen maken. Dat dat heel belangrijk is, dat ieder mens in zijn leven problemen krijgt. Alleen hoe je ermee omgaat, dat is dan een belangrijke zaak of je dat, of het wel of niet goed met je gaat. Ja. Dus ook al heb je die genetische aanleg, dan heb je nog steeds een keuze. Absoluut, ja. En het is belangrijk als je weet dat je die genetische aanleg hebt, want dan kan je extra alert zijn op de dingen die voorbij komen aan, verleidingen. En ook het herkennen van de eerste symptomen in je eigen gedrag en de manier waarop je over met iets bezig bent en erover nadenkt. Ja. Om het onderwerp verslaving dichterbij te brengen, want meestal is een beetje ver weg, beginnen we bij gewoontes. Wat is een gewoonte? Wat zijn jouw gewoontes? Wat zijn je goede, wat zijn je slechte gewoontes? En kan een goede gewoonte eigenlijk ook een verslaving worden? Want we denken meestal alleen maar aan slecht. Oh, roken, dat wordt een verslaving. Alcohol, dat wordt een verslaving. Maar een goede gewoonte als sporten kan ook een verslaving worden. En wanneer is het dan een verslaving? En zo zijn we met de jongeren in gesprek. En dan zijn ze toch wel heel erg open, merk je. En merk je dat bijvoorbeeld het mobieltje, dat ze toch echt wel merken dat die mobiel bepaalt wat ze doen. En bijna in elke klas heb ik wel een leerling zitten die dan zegt, ja, ik ben blijven zitten omdat ik te veel gamede of omdat ik te veel met mijn mobiel bezig was. Dus ze herkennen het zeker. Dan hebben we ook nog een stukje de stemkastjes wat we gaan doen. Dat is het leukste, vinden ze het leukst van de voorlichting. En dan krijgen ze vragen, die komen op het bord. En dan hebben ze allemaal een stemkastje en dan mogen ze een antwoord geven. En het is anoniem. Dus ze mogen ook niet met elkaar praten. Ze gaan gewoon eerst zelf het antwoord geven. En dan komt gelijk de uitslag komt op het bord. En dan kunnen ze eigenlijk ook zien van, hoe zit dat bij ons in de klas? En als we het over hebben over alcohol, heel vaak hoor je van, ja, nee, iedereen drinkt. Mm. Op het bord is dan heel duidelijk van, nou, dat valt eigenlijk best mee. En dan gaan we erover in gesprek, dan de stoeren. En dan zeggen van, nou, lekker biertje. Terwijl iemand anders niet denkt van, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo normaal. Waardoor je eigenlijk ook de klas het gesprek laat hebben van, wat is eigenlijk normaal? En is het zo normaal om zo dronken te worden? Of om zoveel op je mobieltje te zitten? Of om je huiswerk niet te maken, omdat je dus nog wil gamen of om 's nachts nog te gaan gamen. Ja. En dan merk je dat die leerlingen onderling toch ook wel hun meningen klaar hebben. Ja. Nog even, jullie hebben ook een prachtige website. Ja, dat klopt. Een zeer uitgebreide website waar verschillen alle groepen, alle onze doelgroepen terecht kunnen. Dus de kinderen kunnen, de scholieren kunnen terecht, de ouders. Er is een hele pagina of een heel hoofdstuk voor scholen en voor leerkrachten. En ook voor sponsors. Ja, nou, ik heb wel gesprekken gehad met een keuringsarts. ADD, borderline, angststoornis. En die zei dus aan de hand van mijn dossier van, nou, je kan moet vooral niet met mensen werken en vooral eenduidige opdrachten onder constante begeleiding. Misschien ergens achter in een magazijn. Die man die weet echt niet wat hij zegt. Ja, het is wel triest. Nou ja, daarom ben ik zo blij dat er nu hulp is voor die mensen. De hulplijn voor die mensen zonder psychische ziekte. Er zitten mensen die psychische ziekte hebben gehad of hebben en u graag van uw problemen afhelpen. Dus bellen 0900 0727. Wij hebben nu de grootste collectie stoere en stoeibestendige kinderbrillen van Baren en omstreken. Kom snel langs met je ouders en maak de blitz op school met je nieuwe bril. Goedemiddag, André van Bronkhorst in Veema. Dank u.
Dit is toch heel bijzonder hoe deze mevrouw komt winkelen. Inderdaad. Maar ja, ze komt, begrijp ik nu, al vaker bij u aan de kraam. Ja, klopt. Hoe was uw reactie toen ze de eerste keer het potje aan u gaf? Ja, goed. Dat is goed voor het milieu. Ja. En voor ons ook. Dat scheelt ons ook weer zakjes. Is ze de enige of heeft ze wel vaker dat mensen op deze manier hun boodschappen doen? Nee, wel meerdere mensen, ja. Ja. En doet u zelf ook een beetje dingen voor het milieu? Dat u toch door haar een beetje aangestoken bent van, hey, ik ga toch eens anders er naartoe kijken? Ja, inderdaad. Ik doe het plastic doek scheiden. En ja, ik gebruik zelf ook weer tasjes weer opnieuw. Om het zo min mogelijk tasjes te gebruiken. U heeft een bijzondere klant vandaag weer. Ja, want zij wil probeert te leven zonder afval. Nou, dat gaat al heel erg goed. Ja. En ja, als je kaars koopt, zit het in het plastic met papier eromheen. Nou ja, daar kiest deze mevrouw niet voor. Zij heeft een B-wrap. Had u daar überhaupt wel eens van gehoord? Nee, ik heb hem vorige week voor het eerst gezien. En ik vind het een heel goed initiatief. Ja. Ja, echt een goed idee. Zijn er meer mensen die op een andere manier hun verpakking willen? Nee, dat niet. Er zijn wel mensen echt bewust bezig. En die nemen dan het kaaspapiertje waarin wij het meegeven. Gebruiken ze een week of drie lang. Dus normaal wordt het meteen weggegooid of anders gebruikt. Maar dat wordt wel gedaan. We zijn te gast bij Emily Loop hier in Baren. En ik had ontdekt dat jij een bijzondere manier van leven, van met name boodschappen, hebt. Want jij probeert te leven zonder afval. Wat heeft je die levenswijze doen besluiten om dat te gaan doen? Wij hebben als gezin ons vreselijk lopen irriteren eigenlijk aan de hoeveelheid aan afval dat wij hadden. Ja. En eigenlijk jarenlang dachten wij daar niks aan te kunnen doen. Je doet maar gewoon wat iedereen doet. Ja. Je gaat gewoon naar de supermarkt, je doet je boodschappen en je hebt daardoor heel veel afval. En ik heb een interview gezien op televisie. Dat interview ging over iemand die helemaal geen afval meer had, maar 1 liter per jaar. Zo. En dat vond ik zo fascinerend om te zien. Ja. Ben ik gaan onderzoeken hoe die mevrouw dat had gedaan. Ik heb haar boek gelezen. En toen merkte ik wel heel snel als gezin dat het ontzettend leuk was om te doen. En ook heel makkelijk. Als ik mijn boodschappen doe, nou ja, wat je al zegt, dan heb je inderdaad heel veel plastic. Ja. Hoe ben je toen je boodschappen gaan doen? Hoe kom je dan daartoe om, ja, om niet zo'n volle zak plastic aan de straat te zetten? Ja, we doen eigenlijk de boodschappen en alles, het hele leven zeg maar, om afval te verminderen, doen we aan de hand van een paar basisprincipes. Mm-hmm. En het eerste principe is echt het allerbelangrijkste en dat gaat erom gewoon geen dingen kopen die voor afval zorgen. Dus je zegt gewoon echt nee tegen iets waarvan je al weet van tevoren, daar zit heel veel afval aan verbonden. Als jij naar de markt gaat en je haalt even van die lekkere nootjes, ja, doen ze het voor jou niet in een zakje? Nee, want dat zakje dat zal je dan toch inderdaad in de papierbak moeten gooien. Het is maar een papiertje, maar als je alles bij elkaar optelt is het natuurlijk toch afval. Ja. En wij nemen potjes mee van thuis. En op de markt dan, of op een delicatessenwinkel, dan ga ik gewoon het potje geven. En dan zeg ik, ik wil graag die nootjes en dan doen ze het voor me in. En het gaat hartstikke makkelijk. Ja. Zo doen we dat met alles. De kaas laat je ook speciaal verpakken. Niet het papier met het plasticje ertussen, maar daar heb je zogenaamde B-wraps voor. Wat is dat precies? Ja, dat zijn katoenen doeken. Daar zit over bijenwas overheen. En dat is een heel mooi systeem dat je gewoon geen aluminiumfolie of vershoutfolie meer nodig hebt. Ja. Je kan je daar al je producten mee verpakken. Dus heb je een stuk appel bijvoorbeeld wat je opensnijdt en je wilt dat nog even later voor later bewaren, ja, kan je dan je appeltje erin doen. Het is echt ontzettend goed voor kaas. Dus ik neem dat mee naar de markt of naar een kaasboer, ja, in de winkel en dan doen ze het voor mij daarin. Brood. Daar hebben we ook broodzakken voor. Dus dat gaat gewoon in een katoenen tas. En die broodzak neem ik dan ook gewoon mee naar de winkel. Dus het is gewoon even van tevoren stilstaan bij wat je nodig hebt. Ja. Normaal neem je misschien een grote boodschappentas mee waar je alles in doet. En per iets wat je nodig per hebt. Per iets heb je nog kleinere dingetjes voor nodig. En dan gaan er ook altijd nog een paar kleine tasjes mee. Ook katoenen tasjes. Ja. En daar gaan de tomaten in en de appels en al dat soort dingen. Ja, dit is een beetje, ik noem het maar even de eten- en drinkenafdeling.
Maar goed, als je schoonmaakmiddelen. Kijk, ja. Als je bij mensen het keukenkastje open doet, nou, dan peilt het uit van het plastic. Ja. Want het zit allemaal in plastic. Nou, ja. Één voor de ramen, één voor de toilet, één voor de badkamer. Nou ja, noem maar op. Ja. Zullen we dan in jouw keukenkastje kijken? Ja, het is eigenlijk bij ons weer een beetje ouderwets geworden in ons keukenkastje. We maken het hele huis schoon met azijn, soda en zeep. En meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Dus op een gegeven moment waren dingen op. Bijvoorbeeld glassex had ik in een heel handig spuitflesje. Dat was op en daar heb ik dan uiteindelijk gewoon alles reiniger zelf gemaakt. Met een beetje water en azijn. Ja. De afwasmiddel maken we ook zelf. Dus dan heb je ook weer dat stukje van hergebruik. Gooi niet die afwasmiddelflesje weg, maar gebruik het gewoon weer opnieuw. Maak je eigen afwasmiddel. Met heel weinig ingrediënten die ook niet slecht zijn voor het milieu. Dus het is en goed voor het milieu en je bespaart de flessen mee. Ja. En het is ook nog eens goedkoop. Dus het is echt wel heel fijn. Ook een manier om afval te verminderen is gewoon de producten in grote hoeveelheden kopen. Ja, klopt. We proberen alles wat we nodig hebben, vooral de graansoorten, proberen we te kopen in grote hoeveelheden. Dit is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Heerlijke basmati rijst, gekocht in de biologische winkel. En het is een echte extra grote verpakking, dus dat scheelt uiteindelijk ook in heel erg veel in kleine verpakkingen. Want normaal gesproken zou je voor 5 kilo heel veel kleine zakjes nodig hebben. Ja. En wat we dan doen, omdat het natuurlijk een hele grote hoeveelheid is, dan stoppen we die in de kleine potjes. Dus dan gebruiken we dat gewoon. Ja. En dit gaat gewoon in de kelder. Glazen potten wel tussen. Glazen potten, potten natuurlijk. Ja. Dus dat doen we zo met de rode linzen en met sojabonen en met havermout. En ook meel. Meel kopen we ook in grote verpakkingen. Ja. Dus en als het dan iets te veel is, dan delen we het met vrienden of familie. Dus het is niet zo dat je denkt van, oh, dit krijg ik nooit op. Ja. En de houdbaarheidsdatum is van de meeste graansoorten ook heel erg lang. Dus het is niet zo dat je het binnen een paar maanden op moet krijgen. Ja, en hoe is jouw koelkast inderdaad gevuld? Ja, dat is ook veranderd inderdaad. We hebben alles proberen te kopen in glas als dat moet. Dus als je bijvoorbeeld mayonaise moet kopen, ik zou het zelf kunnen maken. Dat gaan we binnenkort denk ik ook wel proberen. Maar als we het kopen, dan kopen we in ieder geval in glas. Een goed voorbeeld wat je kan doen thuis is sinaasappelsap. Normaal gesproken zou je dat bijvoorbeeld in een pak kopen. Ja. Wij kopen gewoon een stuk of 8 of 10 sinaasappels los op de markt of in de winkel. En dan persen we dat in één keer uit. Dus niet elke ochtend één sinaasappel persen, want dat is best veel werk. Vaak doen we het met de kinderen, heel gezellig, gewoon al die dingen achter elkaar. En dan heb je gewoon voor een paar dagen verse sudrans. Voor de kinderen gebruiken we ook diksap, ook weer een grote fles, want hoe groter, hoe minder verpakking. Melk hadden we het al over. Melk is onze grootste boosdoener aan afval. Daarentegen kan ik wel yoghurt en vla wel in een fles krijgen en die is dan wel met... Mensen die jou nou zo horen vertellen en die denken van, die Emily die is goed bezig, ik wil ook rustig aan beginnen. Ja, dat is inderdaad wel mijn advies. Dat je gewoon heel rustig aan alles opbouwt. Dus niet direct in één keer wil overstappen. Want ik had ook gelijk, toen ik dat interview had gezien op televisie, van, oh, dat wil ik ook. En nu en morgen moet het al gelijk helemaal in orde zijn. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Dit zijn zoveel aspecten waar je aan moet denken. Het gaat om de boodschap. Het gaat om je huishouden. Het gaat ook om de badkamer. Het gaat om heel veel verschillende dingen. Dus doe gewoon rustig aan en op het blog dat ik heb gemaakt, daar kan je ook wel heel veel informatie vinden. Ja. Dus ik zou als advies geven van, vind je dit hartstikke leuk om te doen? Kijk daar eens op. Kijk daar op, het is levenzonderafval.blogspot.nl of op Facebook hebben we ook Leven Zonder Afval. En daar staan gewoon hele, hele makkelijke, simpele tips op die je dan kan gebruiken. Ja. En dan is het echt... ik denk voor iedereen haalbaar. Dan denk ik van, als ik het kan, kan iedereen het. Ben je er nou druk mee bezig? Ik ben wel heel druk met mijn blog en met Facebook. Waarin ik veel reageer op antwoorden en vragen van mensen. En ik probeer elke week wel een paar keer iets nieuws te schrijven over wat ik doe. Maar qua drukte omtrent deze manier van leven, om zo min mogelijk afval te hebben, eigenlijk niet. Ik was bang dat het heel erg tijdrovend zou zijn, maar nee, dat valt eigenlijk heel erg mee.
Wimpy en de Domino's, dat zijn een popgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat zijn zes mensen die zich, ja, die toch wel muzikaal zijn. Je moet er wel wat voor kunnen. We hebben een slagwerker, we hebben een conga-speler, we hebben een saxofonist. En de andere drie zijn de zangers. En daar zitten dan nog verder een aantal professionele muzikanten bij. Een bassist, dat zijn Arnoud en Ronald de gitaar. En ik dan degene die de synthesizer en trombone bespeelt. Het liedje heet Mijn rugzakje, ja, als ik goed heb. Het zijn ook mensen met een rugzakje. Is dat daar dan gerelateerd? Ja, ze hebben allemaal een rugzakje. Om het zo te noemen. Het is een Amsterdamse groep. Dus daarom hebben we het ook rugzakje met een S. Ik denk dat van de zes, vijf wonen er inderdaad in een instelling of begeleid wonen. En één woont bij zijn ouders. En ik denk dat dat wel allemaal invloed heeft op de invulling van de rugzak. Maar ze weten allemaal wat het betekent. Tenminste, ze zijn wel aanspreekbaar en ze weten ongeveer wel, nou, wel dat ze afhankelijk zijn van die hulp. Ik ben erin gesprongen met een idee van ik zie het wel en ik moet zeggen, ik vind het geweldig. Blijf eraf, het is mijn PGB, mijn rugzakje die draag ik met me mee. Met deze mensen is het zo prettig werken en zo leuk en zo spontaan dat je voor jezelf echt denkt van ja, dit is goud. Wat het leukste is dat wij als Wimpy en de Domino's, ook binnen de gemeente Amsterdam, dat we al een aantal keren vorig jaar hebben gespeeld voor stadsdeelraden. En dat was een groot succes, mag ik wel zeggen. Maar als je in Nederland wil spelen, en dat is wel de handicap, om het maar even dan heel leuk te noemen. Als wij met hun buiten de grenzen van Amsterdam spelen, dan heb je meteen met alle toestanden eromheen te maken. Met begeleiders, met vervoer. En dat maakt het eigenlijk moeilijker. Met de Wimpies werken is moeilijker dan met zijn muziek maken. Dat is eigenlijk het moeilijkste niet. Alles eromheen. Straks even carnaval weer. Wanneer horen we het nummer in Brabant? Wat wij hopen is dat we nu binnen nu en wat is het, 4 weken... dat iedereen het oppakt en dat heel half Nederland die het leuk vindt, mijn rugzakje loopt te bleren. Krijgen de primeur van het optreden. Waarom Baren? Want je had ook in Amsterdam iets kunnen doen. Nou, ik denk dat Amsterdam wel wat lastiger zou zijn trouwens. Niet dat ik dat wilde, want hoe groter de stad, hoe lastiger het wordt. Maar ik heb vroeger zelf in Baren gewoond. En dat was voor mij ook wel een reden. Ik ken nog een aantal mensen in Baren. Dus voor mij is Baren altijd nog wel een plek dat ik denk van nou, dat is een leuk startpunt. Ten tweede hadden wij als Wimpies, of tenminste het idee met het bestuur, om ik het zeggen, ook het idee om het zo via de regionale zenders naar buiten te brengen. Dat willen we dus ook met name in het zuiden, omdat we denken dat dat wel een goede manier is. Als dat allemaal niet gelukt is, is het dan het project dan mislukt? Nee, absoluut niet. Nee, het doel van het project is om leuke muziek te maken met deze mensen. En dit nummer blijft gewoon op ons programma staan. En we zijn alweer in gedachten met ander nummer bezig. Dit is een heel leuk doel, maar het doel dat daar het carnaval aan te grondslag zou liggen, is heel mooi meegenomen. En het zou ontzettend leuk zijn als dat lukt. Zo niet, dan hebben wij wat dat betreft, zijn we niet teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Hans, dankjewel. Alaaf. Alaaf. En ze denken dat we op ons eigen benen kunnen staan. Helaas, dat is er toch niet het geval. Want we zijn ook onderdeel van deze rare maatschappij. Ieder zijn dat als ze denken wat de maal. We moeten overleven net als iedereen in Nederland. Voor ons is dat van uiterst groot belang. Blijf eraf, het is mijn PGB. Mijn rugzak ieder draag ik met me mee. Ik wil de welke, maakt niet uit, er is altijd wel wat te doen. Ik loop de kantjes, het komt niet vandaan. Prik papier of hard wat aan als ik me dan maar nuttig maak. Prima werkstraat, de schoon en mensen.
Maar men moet dan wel begrijpen dat de hulp nodig is om te lijven met de grote hindernis. Luimeraf, het is mijn PGB. Mijn rugzak ieder draag ik met me mee. Als we willen reizen wordt al vaak de zorgtaks gebeld. Brengt ons dan gewoon van A naar B. Het duurt wel langer dan normaal dat zo'n autootje vooruit. Maar wat willen we, we zijn nog snel tevreden. Zou wel beter kunnen, ach zo moeilijk is het ook weer niet. Beetje aandacht, dat schaft wel verdriet. Blijf eraf, het is mijn PGB. Mijn rugzak, ieder draag ik met me mee. Mensen denken na het recht op leven is er ook voor ons. Voor iedereen die woont in Nederland. Men bezuinigt als een gek, de bodem is nu wel bereikt. De kwaliteit die zakt van nu wel blijkt. Daarom vragen wij aan jullie, wees niet zo koud als een steen. Geluk is ook de zorg van iedereen. Blijf eraf, het is mijn PGB. Mijn rugzak, ieder draag ik met me mee, mee, mee. Mijn rugzak, ieder draag ik met me mee. Ja, we hebben hem. Nou, heb je hem? We hebben hem gezien. Het is begin februari en ja, iedereen heeft de tuin natuurlijk al winter klaar. Maar ja, toch kunnen we er nog wat mee doen. Bas Wiersma is hovenier en hij gaat ons regelmatig op de hoogte houden wat we kunnen doen in de tuin. Bas, wat kunnen we nu nog? Nou, het is op dit moment winter. Een mooi moment om na te denken over die tuin. Van wat kunnen we nu met die tuin doen? Is de tuin het afgelopen jaar naar wens geweest? Moeten er veranderingen plaatsvinden? Hebben we in de zon gezeten of juist te veel in de schaduw? Kijk goed naar de basis, maar ook naar de kleine dingetjes, zoals de beplanting. En ik hoop nu eigenlijk een beetje te gaan laten zien van wat de mogelijkheden zijn in de tuin waar we nu staan. Hier heb ik een haagje gemaakt van de Vargesia. Dat is een bamboesoort die niet heftig woekert. Waarom hier een haagje? Dit is een hele diepe tuin en je wil een beetje spanning creëren in zo'n tuin. Je wil niet alleen maar doorkijk hebben naar achter, maar je wil ook die tuin inlopen. Maak kleine haagjes of misschien muurtjes, schuttingjes om net even die tuin te verdelen om hem nog aantrekkelijker te maken. Daardoor zou je eventueel hierachter nog een terras kunnen neerzetten. Steeds meer diepte in die tuin. Maar dat kan ook met deze. Dit is de Portugese laurier. Een hele rustige groeier. Net eventjes anders in de kleur. Verschil is duidelijk te zien. En het leuke van deze is dat heeft van die hele kleine rode sprietjes erop zitten. Die net weer even anders maken dan bijvoorbeeld een taxus of een gewone laurier. Zet zo'n haagje aan één kant neer en misschien een andere kleur aan een andere haagje. Dan heb je net weer even wat verschil. Wat op dit moment goed te zien is in de tuin, is de structuur van de beplanting. Je wil niet alleen een border hebben die helemaal leeg is, maar je wil in de winter natuurlijk ook wat blijven zien. En het mooiste is als een plant in de zomer de rest van de border versterkt. Hiervoor kan je heel goed siergrassen gebruiken, zoals deze. Of de Festuccia, deze, die blauwe. Maar ook de corners is zeker een hele mooie struik die bloemen geeft in de zomer. Structuur in rood, soms in groen of geel in de winter.
Ook klimmende planten mogen zeker niet ontbreken. Ik heb hier twee jasmijnen. Dit is de winterjasmijn en dit is de Toscaanse. Deze blijft wintergroen. Ja, deze geeft prachtige gele bloemen. Zeker een aanwinst voor de muur of de schutting. Goed te combineren met eigenlijk elke bordenbeplanting. En zoals u ziet, genoeg structuur, genoeg kleur, ook in de winter. Bijvoorbeeld met de viburnum of de juniperus of de nandina. Prachtige rode bessen, bloeit in de zomer witte bloemen. Hele jaar plezier van dit soort planten. Gebruik dit soort structuurplanten in die border en je hebt het hele jaar plezier van die border. Voordat u deze planten nou uitzet, maak desnoods een tekeningetje van welke planten hebben waar gebloeid. Want heel veel planten zijn op dit moment in rusten, terug in de grond. En eigenlijk weet je op dit stuk nou niet wat er gestaan heeft. Maak een tekeningetje, maak aantekening van wat heeft waar gestaan. Dan past dit van de zomer veel beter. Bij het aanplanten van deze beplanting houd ook rekening met de juiste plantafstand. Heel veel mensen willen of heel ver uit elkaar planten of juist weer heel dicht tegen elkaar. Maar planten groeien, sommige sneller dan de andere. Wilt u nou zeker weten dat u ze op de juiste afstand heeft staan? Vraag het bij het tuincentrum, daar weten ze vast wel hoeveel planten er op de vierkante meter moeten staan. Bent u nou erg gek op tuinieren, maar zoveel dat u zegt van ik wil er ook weer niet te veel tijd aan spenderen? Vul dan de gaatjes op met wintergroene vaste beplanting. Een voorbeeld is deze, de vinca. Dit is een plantje wat als het maar eenmaal dicht zit, bijna geen onkruid meer doorlaat. En een extra bonus, de paarse of witte bloemetjes. Een absolute aanrader voor de tuin is deze, de Choicea. Het is eigenlijk een licht tropische plant, dus als het nou heel erg hard gaat vriezen, wil die wel een beetje bedekking hebben. Maar hij geeft prachtige witte bloemetjes, geeft een hele mooie structuur. En als je zo even aan die blaadjes knijpt en je ruikt eraan, krijg je een hele frisse geur. De moeite waard, ook als structuurplant. Mocht u nou beginnen met de aanplant. Zet de planten eerst even uit. Kijk of ze goed staan. Neem dat schema er even bij van die zomerbloeiende planten. En dan is het geheid halverwege het jaar een succes aan mooie kleuren en bloeiende planten. Bas, dit is een royale tuin. Je hebt hem in tweeën gedeeld en je hebt er wat planten neergezet om te laten zien, zo kan je doen. Word jij er vaak bij geroepen bij een tuin om de inrichting te bepalen of hebben mensen vaak zelf al een idee? Het ligt een beetje aan de tuin. Wat ik meestal merk is dat voor het advies en de ideeën ik erbij geroepen word. Voor de wat grotere tuinen, voor de aanplanting ook. Wat zeker niet onbelangrijk is, is de structuur van de tuin. Waar ligt het grasveld? Waar liggen de paden? Waar liggen de terrassen? En voldoen die nog aan de eisen? Heeft de grond er ook mee te maken? Ja, zeker weten. Je hebt te maken met of zandgrond, waar we hier in Barend veel op zitten. Maar ga je hier over de grens richting Almere, dan zit je met kleigrond. Totaal andere structuur, moet je ook totaal anders mee werken. Zeker niet belangrijk. Zeker niet onbelangrijk. Nee. Dit is een leuke tuin, vind ik zelf. Maar heel veel mensen hebben tegenwoordig ook of een stukje om te zitten, of ze hebben het helemaal bestraat of betegeld. Die kiezen daarvoor. Hè? Dan snoezen ze een paar potten erop. Wat kan je daarmee doen? Nou, in principe kan ik je nog wel even een paar voorbeelden laten zien van wat we kunnen doen. Wat we kunnen doen voor een grote tuin, wat we kunnen doen voor een kleine tuin.
welke structuren, welke materialen we kunnen gebruiken. Moet je bij zoiets eerst een tekening maken of zeg je even, nou, uit een beetje een idee, begin maar. Het is altijd handig in de tuin om te beginnen met een tekening, nadenken, kijken, past het, meten, ook zeker belangrijk, en dan pas aan de gang. Oké, wij gaan eventjes naar een toeleveringsbedrijf. Ja? We gaan even kijken, hè? Ja. Ja, Bas, we zijn hier even naar Soest gereden. Hier bestrumpen allerlei soorten sierstenen om in je tuin te leggen. Jij vertelde eens wat van. Dit zijn gewone steentjes, hè? Ja, wat we hier achter ons hebben staan, dat zijn gewone betonstenen in verschillende soorten en verschillende maten. Wat altijd belangrijk is, is om te kijken van hoe groot is die tuin, hoe groot wordt het terras en welke soort steen ga ik daarin leggen. Ga ik bijvoorbeeld niet in een heel klein tuintje met een klein terrasje een hele grote steen leggen, want dat komt niet over. Daar kan je ook geen vormen mee maken. Kies dan bijvoorbeeld voor een wat kleinere baalsteen. Ja. Aan de andere kant. Ik wou zeggen, wat zijn die voor stenen? Die vind ik ook mooi. Ja, dat zijn koppelstones. Die heb je in meerdere maten. Dit is 30-20. Je hebt ze ook nog ongeveer de helft. Dan zijn ze vierkant. Uiteraard allerlei verschillende soorten en maten. Ook weer een betonsteen. Dit soort stenen heb je ook gebakken. Kunnen we dadelijk wel even gaan bekijken. En het een is gebakken, het ander niet. Maar wat voor verschil zie je in de tuin ervan? Nou, eigenlijk bijna niks. Behalve dat die gebakken stenen net even wat authentieker zijn dan deze stenen. Deze hebben wel de hele mooie ribbeltjes. Maar je merkt dat de gebakken stenen toch net even dat oude hebben. Wil je een oud-Hollandse tuin of een boerentuin, zou ik zeker voor gebakken stenen gaan. En die staan daar? Die staan aan die kant. Oké. Okay. Als je nou goed zo'n steen bekijkt. Zet ik weer variatie in de kleur, hè? Ja. Wat je meestal met die gebakken stenen ook hebt, die zijn in gekleurd. De betonstenen niet altijd. En je hoort het ook. Dat is een heel ander. Dat is geen betonkleur, dat is echt gebakken. En je ziet het ook. Deze is wat krommer, de volgende is net ook wat krommer. Je kan het hier ook zien. Het is niet allemaal mooi recht. Nee. Maar dat geeft zo'n steen net wel even wat meer kracht. Ja, het staat even leuker dan. Precies. Ja. Het is een oud-Hollandse tegel. Vooral let op de kleine. Zit hier een structuur in? Ja, dat is weer net even een ander formaatje. Deze bijvoorbeeld is een oud-Hollandse tegel om meerdere kleuren te verkrijgen. Eigenlijk naar smaak. Apart, hè? Ja. Wat leuk! Ook weer een keramische tegel. Maar als je goed eroverheen voelt, je voelt de structuur en je denkt echt dat dit pakket is. Ja. Of een volledig houten vloer. Dus leg je dit bijvoorbeeld onder een overkapping, dan krijg je een heel sfeervol idee. En alle kleuren zijn wederom weer te krijgen. Ja, ik heb nooit geweten dat er zoveel soorten zijn. Het is echt heel leuk. Ja, je barst in principe van de soorten grind of halfverhardingsoven, als we dat noemen. Je hebt grind, dat is de wat grotere soorten. Zoals dit. Je hebt split, dat zijn de wat kleinere soorten. Wil je nou zo'n stukje halfverharding leggen in plaats van een tegel? Omdat je zegt van ja, ik wil toch net even wat natuurlijker effect hebben. Of er moet een pad komen of wat dan ook. Denk dan in ieder geval aan een mat eronder. Een grindmat. Wat doet zo'n ding nou? Het zorgt ervoor als je er overheen fietst of als je er een tafel op zet of wat dan ook, dat het niet wegzakt. Normaal als je een laagje grind legt. Dan ga je. Precies. Ja, ja. En je gaat staan of je trekt de fiets erdoorheen. Alles gaat alle kanten op. Zo'n matje eronder doet echt wonderen. Deze heeft toevallig ook dan net even een doekje eronder zitten dat de zaak niet wegstroomt of dat er geen onkruid in komt. Wordt het veel gedaan, grind? Of toch meer tegels? Over het algemeen merk je wel dat mensen eerst aan tegels denken. En dan wanneer je met de mensen verder praat, op een gegeven moment grind ook een optie wordt. Wat ik altijd zelf zeg is probeer een evenwicht te maken van beide. Maak bijvoorbeeld een mooi terras van een mooie tegel of waaltjes. En maak bijvoorbeeld het pad naar de deur van grind. Ja. Daarbij moet ik wel zeggen, als je dat pad naar de deur maakt, doe het laatste stukje wel weer tegel. Anders heb je het grind binnen zitten. Ja, dan loop ik door.
Ja, ik vind het heel leuk. Mooi. Nou ja, dit kan je allemaal nu doen, voordat het voorjaar komt, hè? Dit is prima tijd om daar eens over na te denken. En in maart zou ik zeggen, zet de schep erin en ga lekker aan de gang. Ja, en wij gaan verder kijken dan in maart, hè? Zo is het. Oké, dankjewel.